Fort wil graag een zo groot mogelijk publiek bedienen. Alleen hebben ze daarvoor natuurlijk een aanbod nodig waar iedereen zijn gading in vindt. En dat denken ze nu gevonden te hebben. Alles wat je zoekt in een auto zou namelijk gebundeld zitten in zowel de nieuwe Puma als de nieuwe Kuga. Hoe ze dat zo zeker weten, dat vraag ik even aan de woordvoerder van Ford Belux, Jo de Klerk. Dag Jo. Dag Melina. Laten we misschien beginnen met de kleinste van de twee, de Puma. Als ik de naam Puma hoor, dan denk ik toch vooral aan een klein coupeetje uit de jaren 90. Dat is zo'n beetje de herinnering die die naam oproept. Maar hier hebben jullie hem gebruikt voor een SUV. Totaal andere auto. Hoe vertaalt zich dat dan in het weggedrag? Rijdt de nieuwe Puma even sportief als, laten we zeggen, de Fiesta? Wel, het is natuurlijk een kleine SUV. Dat betekent een iets hoger zwaartepunt. Maar ons team van ingenieurs op de Europese testbanen in Lommel, die hebben ervoor gezorgd dat de Puma hetzelfde fun-to-drive karakter heeft als de Fiesta. En dan hebben we nog helemaal nieuw, de Puma ST, een sportieveling van 200 pk, die nog veel meer rijplezier biedt. Nog meer rijplezier. Nog meer rijplezier. Perfect. Zullen we anders even naar de koffer gaan kijken? Oké. Okay. Er is veel ruimte binnenin, maar het meest bijzondere is de megabox. Een extra ruimte onder de koffervloer van 80 liter, volledig afwasbaar en met een klep onderaan om het water te laten weglopen. Amai, binnenin ziet de Puma er ook wel heel chic en modern uit. Hoe zit dat met de connectiviteit? De Ford Puma beschikt standaard over een modem met Ford Pass. Je kan dus bijvoorbeeld van op afstand de wagen openen en sluiten of belangrijke functies zoals het brandstofpeil of de kilometerstand controleren. Jo, ik kan me voorstellen dat voor sommige gezinnen de Puma zo net dat tikkeltje te klein is. Maar dan is er deze Kuga en die lijkt me toch meteen een pak ruimer te zijn. Ja, de Kuga is nog gegroeid tegenover zijn voorganger. Maar ook in vergelijking met alle belangrijke concurrenten heeft hij op bijna alle vlakken meer ruimte en biedt hij dus ook meer comfort. We hadden het daarnet bij de Puma ook al over de dynamische kwaliteiten, iets wat Ford heel hard op inzet. Nu, die Kuga hier, die is een stuk groter. Is dat ook gelukt om die zo vlot te laten sturen? Wel inderdaad, net zoals de Puma en alle andere Ford-modellen, beschikt de Kuga over bijzondere rijkwaliteiten dankzij het werk van onze ingenieurs op de testbanen in Lommel. Hij heeft daarboven 5 verschillende drive modes en beschikt ook over de meest recente drive assistant technologieën. En we hebben het er nog niet echt over gehad, maar vandaag de dag, verbruik, CO2-uitstoot, dat zijn echt wel de hot topics. Hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt? Wel, de Ford Kuga is beschikbaar in bijna alle soorten motorisaties. Behalve de klassieke diesel en benzine heb je ook een mild hybrid, je hebt een full hybrid en je hebt zelfs de plug-in hybrid. En die plug-in hybrid, daar kan je in theorie tot 56 km puur elektrisch mee rijden. Maar in praktijk, we hebben hem al getest, kan je eigenlijk tot meer dan 80 km puur elektrisch rijden. Dat is straf. En wat er ook heel straf is, is dat zowel de Kuga als de Puma elk in hun categorie de Car Award van Autogids hebben gewonnen dit jaar. Bedankt Jo voor de duidelijke uitleg en u bedank ik om te kijken. Als er verder nog vragen zijn, dan kan je natuurlijk altijd terecht op www.showroom.autogids.be of www.showroom.autowereld.be. Of u springt natuurlijk eens binnen bij uw lokale Ford-verdeler.